een voorbeeld in een filmpje van hoe ik van die foto uiteindelijk mijn foto zal bijsnijden en er een kader aan geven volgens de juiste resolutie en afmeting van het kader. Ik heb dus voor deze foto gekozen om in een kader van 50 op 40 centimeter te gaan plaatsen. Dus dat is niet het formaat van deze foto die het formaat heeft van 3 op 2. Goed, ik ga die foto gaan openen in Photoshop om hem te gaan bijsnijden, maar ik wil er ook aan al mijn foto's een klein boordje aan rond doen. Een heel klein zwart lijntje rond en dus ook een witte, bredere rand rond. Goed, ik wil mijn randje dat ik rond mijn foto ga maken 5 centimeter gaan doen. Dus dat betekent 40 op 50, telkens 5 centimeter af, is 45 op 35. Dus ik geef hier in het bijsnijden het formaat van 45 op 35 in. En ik ga dus mijn foto gaan bijsnijden. Een beetje gaan verschuiven, zodat hij perfect is zoals ik wil. Mooi symmetrisch hier. En ik druk op OK. Goed, ik heb dus bijgesneden, maar ik moet nog het formaat mooi gaan aanpassen voor mijn kader. Als ik ga kijken naar de afmeting, dan zie ik hier 45 op 35. Het aantal pixels per centimeter ga ik hier nog gaan verhogen. En ik ga er hier 20 van 200 gaan nemen. Voilà. We gaan terug wat verkleinen. Goed, ik wil dus een kader rond die foto van een boordje van 3 mm zwart en 4,7 mm wit. Ik ga terug naar beeld, niet van afmetingen, maar canvas. Canvas, goed. En ik geef hier 0,3 in het zwart en 0,3 zowel bovenaan, dus in de hoogte als in de breedte, 0,3 in het zwart. Druk op OK. En ik heb er een zwart lijntje rond. Nu nog een bijkomend witte lijn. Terug naar canvas afmeting. Mijn foto is hier wel vergroot, maar dat gaan we straks gaan aanpassen. En ik ga er 4,7. 4,7 in het wit gaan bijdoen. Voilà. Ik heb dus een klein zwart lijntje en een groter wit kader. Ik kan nu hier terug gaan naar afmetingen. En ik blijf hem hier behouden op 50 op 40. Dus dat is nog altijd oké. Voilà, mijn foto is dus bijgesneden. En met een kadertje rond. Perfect op de afmeting voor het kader van 40 op 50. En ik ga hem gaan opslaan. Als zijnde foto nummer 1, David Kamerlinck, 40 x 50. En ik ga hem opslaan in het JPEG-formaat, JPEG RGB. En voilà, hiermee is de foto opgeslagen. Dus even teruggaan. Dus even teruggaan, gaan kijken. Eerste stap is dus uw foto te gaan bijsnijden met het bijsnijformaat op het juiste formaat. Dan kun je de afmetingen van de foto gaan aanpassen. Hier, let er wel op dat dit is aangevinkt zodanig dat de proporties mooi zijn. Wens je een kader te gaan toevoegen, dan kun je dat hier gaan doen. En dan kun je ofwel van de eerste keer bijvoorbeeld 10 centimeter wit gaan geven. En dan ga je een andere manier van een kader gaan krijgen. Goed, hiermee is het hopelijk voor iedereen duidelijk. Bijsnijden, je afmeting en eventueel je kader.